wilt u meer kleurrijke informatie over de plaatsen die Weg van de Snelweg bezocht? Schaf dan onze fraaie, informatieve brochure aan, compleet met alle routes. Voor 7,50 gulden krijgt u die vakantiewijzer over enkele weken in huis. Voor 7,50 gulden, gestort op gironummer 600.000, een 6 met 5 nullen, ten name van NCRV Weg van de Snelweg. Drie Rijksdaalders op gironummer 600.000 en uw vakantievoorpret kan beginnen. Goedenavond. Op de Filipijnen is de laatste dag voor het referendum over de nieuwe grondwet betrekkelijk rustig verlopen. Maar de sfeer bleef gespannen, omdat opstandige militairen toch nog het referendum zouden kunnen torpederen met gewelddadige acties. Ex-president Marcos op Hawaii zit erop te wachten. I believe it is going to be a big cheat, a big fraud. And I believe that the people will not allow it. I believe that even right then and there, the communists will also encourage bloodshed. Met inzet van helikopters werd op de Filipijnen zelf de jacht voortgezet op rebellerende militairen die betrokken waren bij de mislukte staatsgreep van vorige week. Gisteren werd er al een aantal gepakt, maar enkele honderden zijn nog voortvluchtig. Koste wat kost wil men voorkomen dat ze morgen tot actie overgaan. De vermoedelijk in Libanon ontvoerde bemiddelaar, Terry Waite, heeft gevraagd geen reddingspoging te ondernemen en geen losgeld te betalen als hij gegijzeld mocht worden. Waite heeft een brief van die strekking achtergelaten voor de aartsbisschop van Canterbury voor hij uit Londen naar Beirut vertrok, om daar te proberen twee Britse en twee Amerikaanse gijzelaars vrij te krijgen. Hij is nu sinds 12 dagen zoek. Een ondergrondse moslimgroep in Libanon heeft gedreigd 4 andere gijzelaars dood te schieten als Israël niet binnen een week 400 Palestijnse gevangenen vrijlaat. De groep zond een verklaring naar de krant An-Nahar, die haar afdrukte met de foto's van 2 gijzelaars erbij. Het zijn de Amerikanen Turner, met baard, en Steen, hoogleraren aan de Amerikaanse Universiteit van Beirut. Ze werden ruim een week geleden ontvoerd, samen met een Amerikaanse en een Indische collega. De groep die zich Islamitische Jihad voor de bevrijding van Palestina noemt, zegt dat zij de lijken van de 4 professoren op de vuilnisbelten van Cyprus zal dumpen als haar eis niet wordt ingewilligd. In Israël zijn 9 mensen gewond geraakt bij de ontploffing van een bom in een autobus. Het was een lijnbus van Haifa naar Jeruzalem. De bom ontplofte halverwege de weg naar Tel Aviv. De bus zat vol mensen die terug naar huis gingen na de Sabbat. 2 groepen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. 1 daarvan is het militaire commando van de PLO, die zegt dat het een militaire bus was, volgens Israël. The ships go by. I'm rooted to my shore. I keep asking myself why. If there is more
the other side. Here, as I see the friends I thought I made, a little bit crazy, you know. Now we've outgrown one another. Star maker, dream breaker. Ja, dat wordt dus aanstaande donderdag naar de Frank en Vrij Show kijken. Om 20:00 bij de NCRV. De speelfilm van vanavond, dames en heren, brengt ons in Engeland aan het begin van deze eeuw. De school van het dorpje Burston krijgt een nieuwe onderwijzeres. Als zij zich niet aan de bekompen regels houdt, wordt ze ontslagen. Maar de kinderen en de ouders nemen dat niet. En dan komt het dorp in opstand.